Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag en ik heb om 9 uur een intakegesprek. Terwijl ik vannacht om 2 uur ging slapen en bij mezelf dacht, kut, ik heb een intakegesprek over een paar uur. Dus toen heb ik nog heel snel gekeken hoe laat ik er moest zijn en dat was dus om 9 uur. Dus ik ben echt... Ik heb misschien maar 3 uur geslapen of zo. En ik ga me nu heel snel klaarmaken. Want ik weet ook echt geen idee hoe ik erheen moet. Het is ergens in de stad. En serieus. In de stad weet ik alleen de weg naar de winkels. Maar verder is echt de taal niet. Want verder kom ik er ook nooit. Dus. Ik ga proberen om met openbaar vervoer te gaan. Maar dat stopt ook niet voor de deur. Dus ik moet daar ook nog een stuk lopen. Dus het wordt één grote uienpan. Maar ik ga me nu heel snel klaarmaken, zodat ik op tijd de deur uit ga. Dus niet te laat kan komen. Oké, ik ben nu dus aangekomen op de bestemming waar ik moet zijn. En ik moet sowieso nog 3 minuten lopen naar waar... naartoe moet. Ik heb echt mega erg honger, want ik heb nog niet gegeten. Maar ik ben dus echt fucking slim, want ik zou echt niet weten hoe ik moet lopen. Maar ik zat dus met allemaal kinderen in de bus die ook daarheen moeten naar die school. Dus ik ga gewoon die kinderen volgen. Oh mijn god, ik ben die fucking kinderen kwijt. Ik ga maar even mijn mobiel aanzetten en Google Maps aandoen. Misschien kom ik er dan. Oh, fuck. Oké. Het is echt één hel gewoon. Ik ben maar heel vroeg van huis gegaan, want ja, te laat komen, dat kan niet. Oké, ik ga nu Google Maps aanzetten en er staat dat ik 4 minuten moet lopen, maar hoe werkt het? Ik snap niet. In welke richting ik nu moet lopen. Starten. Sla links af naar de Koningin Maria Laan. Naar links. Ik snap hier helemaal niks meer van. Godsamme. Nou. Ik snap hier echt niks van hoor. Echt niet gewoon. Ik ga helemaal verkeerd. Wat is dit allemaal? Ja. Oh mijn god, ik zit op de goede weg. Ik ga nu wel mijn camera wegdoen, want... Nou, dan kijkt iedereen me aan. En dat vind ik verschut. Oh mijn god, ik heb het gered. Ik ben al die kinderen gaan volgen. Ja, ik ben er. Ik ben er. En nu ben ik dan dus... 35 minuten te vroeg. Nou, ik hoop dat ze nog een kantine hebben dat ik daar kan eten. Want anders... Ik heb geen oordopjes bij me. Ik kan geen muziek luisteren. Dan heb ik 35 minuten helemaal niks te doen. Nou, dan word ik gek. Ik ga echt vragen of ze eten hebben daar. God. Nou, voorlopig zie ik alleen maar eten op de muren. Maar nog niet in mijn handen. Oké, dit kan ik echt niet aan. Op deze school is dus geen kantine. Ik hoop dat dat gesprekje echt heel kort duurt. En ik daarna eigenlijk kan eten. Oh, verschrikkelijk. Ja, wat is nou een school zonder kantine? Ik denk als je dit uitzicht hebt, dat je wel weet hoe ik me nu voel. Eenzaam en verlaten. Ik kom net van de opleiding af op school en die mensen waren echt zo super aardig. Het was echt gewoon bizar. Ik vond het echt een hele leuke school en ik had een gesprek met...
twee mensen die de intake deden. En ja, ze waren zo enthousiast. Ook vooral omdat ik al een diploma voor verpleegkundige op zak had. Nu lekker op Kijkduin. Hele andere kant van waar ik net was. Super mooi. En het is echt super koud. Gewoon, ik ben helemaal ingepakt. Ik heb het nog mega koud. Maar ik ga nu eventjes naar een lekker restaurantje. En dan gaan we lekker lunchen. Of tenminste, nee, het is ontbijt. Het is pas 10 uur. Oké, ik twijfel heel erg tussen die chocoladetaart of een brownie met chocoladesaus. Het is allebei zo lekker. Wat moet ik nemen? Ine mine mutte, 10 pot rutte, 10 pot kaas. Ine mine mutte is de baas. Brownie met chocoladesaus. Dit ziet er heel lekker uit. I can't eat this. Ik vind het gewoon zonde om op te eten. Serieus. Nu ga ik lekker via het strand terugwandelen naar huis. Studiootje. Echt leuk. Ik heb deze studiolampen aangeschaft. Bij bol.com. En ik ben er blij mee, want dan kan ik echt leuke filmpjes maken. Mijn haar na het slapen ziet er dus gewoon echt serieus zo uit. Het is nu een wildernis. Ik ga hem eventjes fatsoeneren. Ik heb even mijn haar gefixt. Het ziet er nog niet uit. Mijn make-up ziet er echt niet uit. Ik heb alleen mascara op en mijn wenkbrauwen. Maar het zijn echt slaapwimpers gewoon die door elkaar heen zitten. Ik ga eerst mijn aardappeltjes opeten. Lekker met kartongsaus en mayonaise. En dit zijn echt de meest smeuïge aardappeltjes die ik ooit heb gezien. En nu ga ik lekker spruitjes eten. De rook komt er nog van af. En ik heb er lekker jus overheen gedaan. Ik zit weer lekker op de bank. Ik heb net weer geslapen. Ik heb echt vanmiddag de hele dag gewandeld over het strand. En echt ver gelopen. En ja, ik was echt gewoon kapot toen ik thuis kwam. Omdat het is zo koud. En ik denk dat ik zeker 15 kilometer gelopen heb. Dus als mensen zich afvragen waarom ik slank blijf en zoveel eet. Dat is omdat ik ook zoveel loop. En van lopen, dan val je echt het meest vanaf. Dus één gratis tip. Wil je slank blijven, loop veel. Want dat is echt heel goed voor je. En natuurlijk water drinken. Ik drink alleen maar water bij mijn slechte eten. Ik geef eerlijk toe, ik eet heel slecht. Maar ik drink echt alleen maar water. En dat is wel echt een voordeel. Kijk, vanmiddag heb ik een warme chocolade, maak ik met slagroom op. Maar goed, dat is gewoon iets wat je bestelt bij je cake of taart. Maar verder
slurp ik het weer weg met water. Dus ja, zo blijft je lichaam gewoon goed. Zo blijft je huid mooi. En zo blijf je gewoon slank ook. Dus nu ga ik lekker de video afsluiten. En nog eventjes mijn video editen. Dan ga ik lekker slapen. Dus vonden jullie deze video leuk? Doe weer een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren hier rechtsonder. En laat natuurlijk een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doeg!